staan nu aan de achterkant van het Rotterdam Centraal Station, waar de Thomas More Hogeschool op maar 300 meter lopen ligt. Nou ja, aan de andere kant heb je de voorkant, kan je natuurlijk met je studiegenoten of lekker even de stad in, cultuur snuiven, wat eten. Maar wij gaan deze kant op en dan zien we je zo. Zoals je achter me ziet, de supergrote ramen zorgen gewoon voor heel veel licht in het gebouw. Wat gelijk gewoon voor een hele leuke sfeer zorgt. Nou, wat je ook hebt, is dat het lekker groen is in de buurt. Dus als je een keer in tussenuur bijvoorbeeld een rondje wil lopen en frisse neus wil halen, heb je daar gelijk alle ruimte voor. En de Appie en de Dirk zitten ook om de hoek. Dus als je iets te eten wil, dan ben je er zo. Thomas More Hogeschool is niet alleen maar een school, maar het is een community. Omdat we eigenlijk puur gefocust zijn op de PABO, delen jij en de medestudenten eigenlijk de passie voor het lesgeven allemaal. En vinden het ook leuk om alle ervaringen met elkaar te delen. Waardoor de drempel gewoon super laag is om met elkaar te gaan kletsen, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Hi, ik ben Naomi. Welkom bij de digitale rondleiding van Thomas More. Ik doe hem samen met C, die zien we straks. Wij gaan beginnen bij het stagebureau. Hier vind je het stagebureau. Wat super fijn is, is dat je een stage niet zelf hoeft te regelen. Dat wordt hier voor je gedaan. Je begint meteen aan het begin van de opleiding ook met stage. Dus je krijgt super veel praktijkervaring en dat is heel fijn. Omdat alles wat je hier in de theorie leert, kun je meteen in de praktijk toepassen. Er zijn heel veel verschillende basisscholen waar je les kan geven. Maar wat spreekt mij nou aan? De grote diversiteit binnen de klassen, de verschillende culturen. En je kunt ook stage lopen in het buitenland. Dan kan je naar België, maar je kan ook naar Hongkong, Suriname. Je kunt het zo bond maken als je het zelf wil. Laten we even kijken wat C aan het uitspoken is. Hi. Hallo. Als je met kinderen gaat werken, krijg je natuurlijk te maken met pedagogie. En dit is een van de lokalen waar je dat vak krijgt. Je leert onder andere hoe de ontwikkeling van een kind eigenlijk werkt, welke fases doorloopt een kind in zijn basisschooltijd en je leert hoe je een pedagogisch klimaat in de klas kan hebben. Ik wist altijd al dat ik juf wilde worden, omdat ik al sinds kleins af aan op was. En op een gegeven moment had ik door dat ik kinderen echt wilde klaarstomen voor de toekomst. Sst. Sorry. We zijn hier in de stilteruimte. Als je er behoefte aan hebt, dan kun je hier even een kaarsje aansteken, even mediteren, een momentje voor jezelf nemen. Als je trouwens zin hebt om naar de aula te gaan, dan kun je hier de gang meteen naar beneden lopen. Daar vind je die. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping on what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Zoals je kunt horen en kunt zien is dit het lokaal waar vooral muziekles gegeven wordt. Ook de dramavakken komen hier aan bod. Op de Thomas More vinden we het belangrijk dat iedereen zijn passie kwijt kan. Mijn passie is dan ook muziek. En naast de voltijd volg ik dan ook de vakspecialisatie muziek, waarbij ik in een aantal jaar een extra diploma heb en dus muzieklessen kan geven in mijn klas en in de hele basisschool. Ligt jouw passie nou meer bij theater en bij drama, dan zijn de lessen van drama echt iets voor jou en het theaterkamp ga je dan ook fantastisch vinden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zijn ei kwijt kan. Nou, zoals je kunt zien wordt hier druk verbouwd. Na de zomer komt hier een gloednieuwe aula voor zo'n 200 man. Dit wordt het nieuwe kloppende hart van het gebouw. En boven deze ruimte komt een fantastisch dakterras met een onwijs mooie ontmoetingsruimte waar jij gewoon tussen de middag lekker je broodje kan eten. Nou, dit is dus de onderwijswerkplek. Hier kun je lekker boeken lenen, je kunt lesmaterialen lenen, je kunt hier chillen om te studeren. Dit is ook de ruimte waar je kan printen. En deze ruimte gaat wel verhuizen naar boven, waar nu het computerlokaal is. En dan komt hier een innovatielab. En dan staat eigenlijk ja, duurzaam vernieuwen centraal. En dan richten we ons op het onderwijs van de toekomst. Door de hele school hebben we ruimtes waar je lekker kan studeren, chillen, met je groepje overleggen. Dus hebben we hier tafel voor. Dat kan in het OWP en dat kan ook boven. We zitten nu op de eerste etage en op deze verdieping zijn onder andere de vaklokalen voor aardrijkskunde en rekenen. En deze vakken krijgen we allemaal zelf aangeboden, want je moet zo meteen in je stage natuurlijk wel de juiste kennis aan de kinderen overbrengen. De docenten zitten ook aan het einde van de gang hier. En wat heel fijn is, is dat je altijd gewoon binnen mag lopen met vragen. Je wordt heel persoonlijk behandeld en niet als een nummertje. En we hebben ook veel facultatieve uren op school. Daar mag je heen als je bepaalde stof nog moeilijk vindt. En dan wordt het extra uitgelegd.
Hier op de tweede etage zijn de vaklokalen voor natuur, geschiedenis, schrijven en beeldende vorming. Zeker de natuurlessen zijn echt een feestje omdat je hierbij heel vaak naar buiten gaat. Zo gaan we naar Blijdorp, naar de dierentuin of gaan we naar Amsterdam, naar Nemo. Nou, wij zijn super trots op de relaxte en de vertrouwde sfeer gewoon die hier hangt in de school. Zodat de studenten gewoon lekker kunnen hangen, chillen, met elkaar overleggen, maar natuurlijk ook leren. Mocht je nou meer willen weten over onze evenementen, de lokalen, het inschrijven of iets wat anders, weet je, zoek het gewoon op onze website. Zoek onze open dagen en wie weet zien wij je binnenkort verschijnen. Hè? Doeg!